Alles is stil. Dat is bijzonder. En dan hoor je de vogels. Dat is eigenlijk geweldig. Het is toch of je even weg bent. In de eeuwigheid. De tijd staat stil. Van wat een contrast moet dat zijn met het tumult wat omgaat in de hoofden van de mensen die daar staan. Die 2 minuten stil zijn. Het is wel eens goed in al die drukte van die 24 uur per dag. Gewoon eens even niks te zeggen. En vooral met die stilte. Dan voel je iets warms, iets verbondenheid. Ja, dat vind ik waardig. Ja. We zijn al maanden bezig en vandaag gaat het eindelijk gebeuren en het is droog. Dus we hebben er zin in. Nou ja, goedemorgen. We zijn hier net begonnen. We hebben al ontbijt gehad. Dat is altijd heel gezellig. Dan verzamelen we allemaal, spreken we de dag nog door. Straks halen we de portofoons en dan zien we elkaar de hele dag niet meer. Gaan we allemaal heel hard werken en we praten de rest van de dag over de portofoon met elkaar. Marcel voor Dirk. Ja, Dirk, we gaan even overleggen over de digitale wagen dat we onze plek zetten. We zijn hier bij de front office en iedereen komt hier zijn kaartje halen, zijn badge, om in en uit te lopen. En wij zijn eigenlijk een beetje het centrale punt waar iedereen met zijn vragen terecht kan. En wij doen ook het portofoonverkeer, zodat we mensen met elkaar in contact kunnen brengen. Direct achter de bruid. Ja, een metertje, of 5 maximaal. Nou ja, we zijn al zeg maar, 3 dagen bezig om het plein helemaal tip-top in orde te krijgen. Dus met een soapreiniger maken we de hele vloer hier weer helemaal schoon en netjes. Alle fietsen moeten weg straks uiteraard, daar zijn ze ook mee bezig. We hebben 1600 gasten. En op de eerste rang zitten de eerste generatie mensen en dat zijn de belangrijkste van vandaag. Daar doen we het allemaal voor. En de koning en alle hoogheden en de ministers en de premier, die zitten vanaf een zijaanzicht. Zelfs zij zitten dus tweede rang. Ik weet dat we, mijn man en ik, dat ook ieder jaar bij de televisie met de kinderen, ook klein en later toen ze wat groter werden, heel bewust hebben gevolgd en aan deelgenomen, omdat we de doden echt willen herdenken. En er zijn er zoveel die we echt goed gekend hebben, tenminste ik wel. Het dramatische was natuurlijk dat ik niet wist dat ik mijn vader kwijt was. Dus het moment dat ik zei dus dag pap tot morgen, ik gaf hem een zoen op zijn wang en dat was het. En dat is eigenlijk zo'n traumatisch gebeuren geweest. Mijn vader is er altijd bij het is nu een breekbare oude man, kwetsbaar. En heeft de afgrijzelijke periode van de Birma-spoorlijn meegemaakt. Van het begin in Rangoon tot het eind. Tot de Birma-spoorlijn af was. En dan voel ik me heel erg verwant met hem.
Iedereen die je om je heen ziet, heeft een verhaal. Dat is van 40, 45, maar dat is ook daarna. Dan is het ook bij recentere dingen. Dus het is belangrijk, denk ik, gewoon om daar. Ik weet zeker dat het belangrijk is om daar te blijven stilstaan. Ja. Ja. De belangrijkste taak is dat eigenlijk een stukje de logistieke trein, zoals wij dat noemen, ordelijk verloopt. Dat alles op het juiste moment uitgevoerd gaat worden. De hekken die slijpen we fijn. De bankjes die worden neergezet. En gaandeweg wordt er alle banken en de hekken op een goede plaats neergelegd, waardoor de erecouloir gebouwd kan worden. De nateren zijn absoluut wel, dat zijn mijn grootste steun en toeverlaat op het moment, dus die zetten alle dingen klaar. Dat zijn echt mijn handen en mijn oren en mijn ogen. Ze zijn heel goed ingespeeld op wat er hier allemaal moet gebeuren, dus dat is onmisbaar. Ik vind het heel belangrijk dat in Nederland, en we doen elk jaar daar een draagvlakonderzoek naar, dat we ons even realiseren dat het niet allemaal zo vanzelfsprekend is dat wij hier in vrijheid leven. En daar op dat moment even 2 minuten bij stil te staan, dat lijkt me heel goed. En dat draagvlak dat blijft gelukkig heel erg hoog in het land. Ik zag ook dat 95% van de Nederlanders, dan heb je het over 12 miljoen mensen boven de 13 jaar, dat die ook het stiltemoment respecteren. Dat vind ik heel goed. We beginnen ongeveer in september met alle voorbereidingen en dat betekent dat we dan alle plannen af moeten hebben. En het lijkt alsof het ieder jaar hetzelfde is, maar er is echt ieder jaar wel iets anders. Ik weet nog dat je dan loopt dan tussen zo'n haag van mensen door. En dat vond ik een heel aparte ervaring. Nou, een detail. Toen ik ondergedoken zat, droomde ik altijd dat als ik de oorlog voorbij was, dat was zo'n droom, dat we dan met alle kinderen die terugkwamen, een mars over de Dam maakten en het publiek stond te klappen. Nou, dat was nu niet het geval, maar ik liep wel tussen het publiek door. En dat heeft eigenlijk een aanrakingspunt. Ja. Ik heb die oorlog niet aan de lijve meegemaakt. Ik heb nooit iets van dat soort zaken meegemaakt. En toch zet het op dat moment heel je leven op zijn kop. Omdat je realiseert wat anderen wel gedaan hebben, wat anderen gedaan hebben te zorgen dat wij daar kunnen staan. En je ziet de breekbare mensen, voor zover ze nog leven, die dat meegemaakt hebben. Onvoorstelbaar dat jij daar ook deel van uit kan maken om daar te zijn en gewoon fijn, ja. Dat jij ook een soort, dat jij ook iets kan inbrengen, zeg maar. Dan denk ik, eigenlijk moet de hele wereld even stilstaan en nadenken over wat er is gebeurd. Ook moedwillig is er heel veel gebeurd. Je hoeft ook niks te denken. Hè? Het is voor heel veel mensen ook alleen maar de respectvol stil zijn. Dat vind ik een prachtig geluid.
Dit is de regiekamer. We hebben hier een beeld van alle camera's die op de Dam staan en in de kerk. Dit is Ellen, dus de regieassistent. Die weet precies wat we in het draaiboek allemaal gaan doen. En rechts van mij zit Pieter. En Pieter die schakelt alle beelden. En wij kijken met z'n drieën. We maken eigenlijk een mooie mix, een mooie combinatie. En dat gebeurt hier. Nou, we zijn nu heel druk om te proberen om de Dam helemaal verkeersvrij te krijgen. En een veiligheidsgebied te creëren. En het veiligheidsgebied noemen wij een ring 2. En binnen dat ring 2 hebben alleen mensen toegang met een toegangspas. En die zijn allemaal gescreend. Wij weten wie het zijn. En zo garanderen we de veiligheid straks voor iedereen die zich in ring 2 bevindt. Veiligheid is belangrijk, maar het programma is ook belangrijk. Dus het moet een goede afstemming zijn. En we zitten eigenlijk met z'n allen bij elkaar in de grote industriële club in een soort commandocentrum om veiligheid en programma goed op elkaar af te stemmen. En we werken al heel veel jaren met elkaar samen en het gaat eigenlijk heel goed. Dat ziet er concreet uit dat hier een aantal groepjes mensen zitten, een aantal mobifolonisten. Dat het hier een behoorlijke herrie is van alle posten van straat die hier hun vragen kunnen stellen. Die komen naar binnen op de porto. En hier nemen we de praktische besluiten die niet zo hoog liggen dat ze op beleidsniveau moeten worden genomen. Even de kransenstandaard exact aan het uitmeten, zodat niemand de krans laat vallen. Er zit wel een soort van wiskunde achter, dat die precies eigenlijk zo is uitgemeten dat de kransen met voldoende afstand van elkaar afzitten en dat ze tegelijkertijd opgehangen kunnen worden en dat ze eigenlijk netjes hangen zodat de halve cirkel in zijn volledigheid wordt benut. Super spannend. Ja? Ja. We hadden een dichtwedstrijd op school en die had ik gewonnen. En nu sta ik hier. Voor heel de dag is het zo dat we eigenlijk over de schouder meekijken met de organisatie. De organisatie behandelt en doet gewoon in principe het hele evenement, om het zo te noemen. Wij kijken gewoon puur over de schouders mee of alles goed gaat. En op het moment dat het niet zo goed zou gaan, wij in kunnen grijpen. Nou, ik kan aan de mensen zien die hier komen. Ze wachten al een aantal uren dat zij erg betrokken zijn. Emotioneel zijn, maar het ook heel belangrijk vinden om aan de herdenking hier in de Nieuwe Kerk, maar vooral ook op de Dam deel te nemen. En wij, de vrijwilligers, proberen de mensen zo welkom mogelijk te laten voelen. En zelf ben ik er eigenlijk ook trots dat ik hier mijn steen bij mag dragen. Alsof je wegzakt. In iets wat hier, wat niet hier is.
Als je dat op de Dam hier zo hebt en dan iedereen is stil en met zijn gedachten bij zijn eigen dingen, dan is er toch iets wat je heel erg samenbindt. En dat is dan, ja, daar voel ik dan respect voor. Traantje. Dat is wel, ja. Maar evengoed ben ik wel trots dat hij het lef heeft gehad om uit het kamp te weten ontsnappen. Daar ben ik ook direct ook trots op hem. Ja. Omdat je er niet aan gewend bent dat Amsterdam eigenlijk stil ligt. Want dat is het beeld wat je inderdaad ziet. En later zie je ook de rest van Nederland. Zie je shots van hoe mensen daar stil zijn. En ik denk dat het hangt er heel erg vanaf waar je bent. Ja, wij zijn hier namens Defensie aanwezig om de erewacht die op het monument staat en het erecouloir die je achter mij ziet te organiseren. We zijn hier met ongeveer 250 man sterk aanwezig, verdeeld over het monument en het erecouloir. De meeste militairen vinden het toch wel een hele mooie eer om hier te mogen staan. Dat geldt zeker ook voor de veteranen, die staan hier ook vrijwillig. Maar het is best wel een pittige opgave, want ze staan best wel lang, moeten ze stil blijven staan. Waardoor het voor het lichaam best wel zwaar is. We werken de hele dag naartoe om na de dienst met 1600 mensen op tijd naar buiten te gaan. En dat we met z'n allen op tijd, precies om 8 uur, 2 minuten stil kunnen zijn. Er is een hele mooie compositie geschreven voor de militaire kapel op de Dam. Die leidt naar de tap toe die geblazen wordt vlak voor 8 uur. En dan is het stil. Daarin geven we de cue voor de koning en de koningin. Klinkt idioot, maar toch doen we dat. Dat zij het paleis gaan verlaten. Dan wordt er gegeven 8 bij het paleis geblazen door de kapel. Dat zit helemaal in de muziek ingebed. Dan lopen zij naar voren, de tekst van de ceremoniemeester. Alles is tot op de seconde daar getimed. En dan gaan de koning en de koningin de eerste krans leggen. Dan wordt er nog een stuk gespeeld. En dat moet ook op de seconde kunnen beginnen, want dat eindigt in die tap toe. Geblazen door 1 trompetist hier op de Dam. En dat is echt een aankondiging, dames en heren, 2 minuten stilte komt eraan. Die duurt ongeveer 1:07 en dat moet dus echt precies zo 2 seconden voor 8 moet de echo zelfs van de klank weggestorven zijn. En dan hebben we de stilte om 8 uur. Vanuit waar ik sta, dus net achter de ceremoniemeester, zie ik een grote, gigantische menigte. Er staat ongeveer 20.000 man. En om 8 uur is het gewoon helemaal stil. En je kan het ook niet overbrengen naar andere mensen die er nog nooit zijn geweest, hoe het voelt om een plein als de Dam helemaal stil te zien en stil te horen. Ik sta daar achter die kapel. Ik ben altijd al een beetje, het is gelukt of niet? Oh, verdorie. En ja, die stilte hier op die Dam, dat raakt zo diep. Nou, elke keer weer is het anders en elke keer is het indrukwekkend gewoon. Het is echt alles stil. Dan hoor je één keer nog van de vlaggen, maar dan hoor je de touwen zeg maar, er tegenaan gaan. En het is echt muisstil. En de duiven, die hoor je altijd op de Dam. En ondertussen sta ik te klokken. Nog 1 minuut. Nog 30 seconden. 10, 9, 8, 7. Wilhelmus. Het is nooit klaar, eigenlijk. Het is nooit klaar, dat herdenken. Het is nooit. Er is geen finish in die 2 minuten, eigenlijk. Het is een.
herinnering elk jaar. Het wordt afgestoft, bij wijze van spreken, voor heel veel mensen. Maar het is iets wat minimaal één keer per jaar in het licht moet staan, denk ik. Die herinnering en die bewustzijn van dat we het zo goed hebben. En dat we altijd alert moeten blijven dat het niet nog een keer gebeurt. En het zal andere vormen hebben, het zal op een andere manier zijn. Maar we mogen nooit de mensen vergeten die voor ons het leven gelaten hebben. We mogen nooit vergeten wat er gebeurd is. Dit is. Dit mag nooit meer gebeuren. Dit was zo verschrikkelijk. Ik ben een soort verlengstukje van hem en ik geef het door. Ik geef het door aan mijn kinderen. Als ik niet thuis ben en ik kom 's avonds thuis op 4 mei, dan hangt de vlag halstok. En dan is het stil in huis en dan staat de tv aan en dan, dat geef je door. Dat gevoel dat moet. Ja, dat dat moet. Dat ze het niet mogen vergeten. Ja, het doorgeven van. Dus dat ook zij het in de toekomst kan doorgeven. Van dit is er gebeurd, nu 70 jaar geleden. Dat mag gewoon niet vergeten worden. Want het houdt een norm. Een heel belangrijke norm. Dat je vreedzaam met elkaar moet omgaan. Houdt dat overeind. En het kan het wat dagelijks met de voeten getreden, maar die norm die is er wel. En dat vind ik, dat levend houden, en dat doen we dan met elkaar, dat is naar mijn idee, vind ik uitermate belangrijk.